Goedenavond, dames en heren, en hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van ons programma Sport op Stelten. Vanavond natuurlijk veel voetbal, waaronder de perikelen die zich op dit moment afspelen bij de club BUVOVV. Maar nu eerst onze aandacht voor enkele andere sporten, waaronder autoracing. Bij mij aan tafel is aangeschoven Mendel Hezings. Mendel, jij bent van beroep autocoureur. Dat klopt. Autoracen is mijn lust in mijn leven. Mendel, wat de kijkers waarschijnlijk graag willen weten is: autoracing, is dat niet gevaarlijk? Natuurlijk is het gevaarlijk. Maar als je maar goed afremt voor de bochten, kan er eigenlijk bar weinig gebeuren. Je moet de raceauto zo vakkundig mogelijk besturen. Maar daarvoor ben je dan ook autoracer. Ik heb mij wel eens laten vertellen, Mendel, dat niet alleen de stuurmanskunst van de coureur van belang is, maar ook de techniek van de auto zelf. Hoe zit dat? Daar heb je volkomen gelijk in. Techniek is vaak nog belangrijker dan stuurmanskunst. Zo is het mij een keer overkomen dat ik op het circuit van Zolder uit de bocht vloog en een flinke duts voor in mijn auto heb gereden. Ook de nokkenas lag helemaal aan diggelen. Eigenlijk was de auto kapot. Op dat moment ben je afhankelijk van mechaniciens die de auto voor de volgende race weer helemaal in elkaar zetten. Maar niet alleen beweeg je als een razende voort over de circuits, je wilt deze sport ook nog wel eens beoefenen in de wildernis. Ja, dat klopt. Vorig jaar heb ik nog de rally Tanger Pretoria gereden. Dat is mij wel bekend. En de kijkers ook, denk ik. Natuurlijk was dat weer een hele andere ervaring. Onder al die naakte wilden trok onze raceauto nogal wat bekijks. En ik moest nogal vaak op mijn tuter drukken om ze niet dood te rijden. Stel je voor dat dat gebeurd zou zijn. Ja, je moet er niet aan denken. Je moet er niet aan denken. Natuurlijk zijn die mensen ook niet van de slimsten. Waar de kijkers ook zo benieuwd naar zijn, Mendel, is hoe je je precies voelt in zo'n racewagen. Zou jij, zij het geïmproviseerd, ons een demonstratie kunnen geven van hoe jij eigenlijk in zo'n racewagen zit? Natuurlijk wil ik dat doen. Voor de kijkers zit ik nu in mijn raceauto en daar gaat hij. Het stuur pak ik zo vast, ik schakel hem in de eerste versnelling en ik koers vast op de Tarzanbocht af. Vroom, brrr, vroom, 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 vroom. Nou, en dan ga je de pits in om de banden te verwisselen of whatever, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen. Ja. Ja. Ik hoop dat dit een goede demonstratie was en dat de kijkers er wat van op hebben gestoken. Ik hoop dat de kijkers hetzelfde gevoel hebben als wat ik hier had. Het was in ieder geval sensationeel. Broem. Oh, hij staat nog niet uit.